Hoe gaat het in de kou met de drijvende koeien? De floating farm op de grens van Rotterdam en Schiedam draait gewoon door. De koeien trekken de vrieskou prima. Bert, hoeveel temperatuur min kan een koe hebben? 30 graden onder nul heeft hij totaal geen last van. Nou. 30 onder nul heeft hij geen last van? Totaal niet. Goeiedag, hé. Nou, en Bert kan het weten. En Bert kan het weten? Ja, gisteren was zo'n prachtig moment. Toen hadden we weer water in de stal. En Bert kwam met de slang naar de drinkbak toe. En alle koeien gingen om Bert heen. Ah, het was een emotioneel momentje. Hadden we met z'n allen. Het was prachtig. Ik heb voordat de vos kwam, had ik 2 rollen kuilgras. Die 2 dagen. En nu heb ik nog geen half. Echt waar? En je kan zien wat er ervoor ligt. Totaal geen honger. Ja. Een koe die gaat dan in rust. Maar zijn melkgif wordt hoger. Okay. En bij warmte, dan eet hij minder. En dan zakt zijn melkgif weg. En boven de 23 graden moet je opletten. Want dan kunnen ze hittestress krijgen. Dan hebben wij een prachtige mooie stal hier zo. Die koeien kunnen in de zomer naar buiten. Zodra het warm wordt, komen de koeien naar binnen toe. Want het is hier lekker open dan. En dan speelt de winter door. Dan hebben ze geen last van de hittestress. Jemig, wat een diva gedrag van die meiden zeg. Ja. Maar het zijn ook diva's, want wij moeten van deze beesten moeten wij leven. Ja, natuurlijk. Ja. Dus je moet ze goed verzorgen. Ja. En als je liefde geeft, krijg je liefde terug. Kijk. Maar is met een vrouw ook, toch? Dan laat ik jou. Oké. Okay. Hey, maar je zei al even wat probleempjes. Want ja, de melk moet ook aan de man gebracht worden. Lukt dat met sneeuw en ijzel en weet ik het allemaal? Ja, nou ja, dat is inderdaad wel een ding. Want we hebben van die prachtige elektrische autootjes waar we mee rondrijden. Maar die hebben geen winterbanden. Dus nu gaan we met andere auto's tijdelijk rijden. Het is wat het is. En soms komt het wat later, maar ja, weet je, in de schuur daar, zo. Het is super dat wij klanten hebben die begrip hebben voor het boerenleven. Want als boer heb je te delen met de elementen van de natuur. En dat is niet altijd dat alles maar zo gaat zoals we hadden gedacht. Nee, melk schijnt uit een koe te komen en niet uit een supermarkt. Zo is het, ja. Goed nieuws dus van de koeien van de Floating Farm in het westen van Rotterdam. Absoluut, en fijn dat je even langskwam. Dankjewel. Doei. Doei.